Leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog. Hierop is Ultrex, de enige echte. Nou, het is voor mij vrijdag. Vrijdag is dit opgenomen. En het is weekend voor mij eindelijk. Ik ga dit weekend geen bijzondere dingen doen. Ik ga niet naar de Efteling. Ik hou even een weekendje rust. Is ook wel weer eens even nodig. Ik ben inmiddels al een stuk of zes keer... Vijf, zes keer achter elkaar naar de Efteling geweest. En ja, de laatste keer dat ik een keer een weekend niet kon, toen baalde ik. En ja, nu heb ik dat totaal niet. Ik vind het eigenlijk wel even lekker om weer eventjes een weekendje even rustig aan te doen. Geen probleem dat ik deze weekend even niet ga. Want ik zit er nogal doorheen, ik ben al moe. En ik heb gewoon een beetje rust nodig. En ik ga die rust mijn eigen lekker geven. En ik ga lekker rustig aan doen dit weekend. Ik wil wel nog twee leuke vlogs gaan opnemen op locatie. Dat dan weer wel. En ja, dat ga ik sowieso dat doen. En ik heb nog een heleboel videowerk op de plank liggen. Ik moet nog heel veel dingen doen. Ik loop ontzettend achter met editen. Ik hoop dat ik het allemaal voor elkaar kan krijgen. Inmiddels, als jullie deze video zien, zal de achterstand weggewerkt zijn. Nu momenteel heb ik nog heel veel werk en ik hoop dat het allemaal goed komt en allemaal afkomt. Nou, lekker weekend. Feyenoord moet uitspelen tegen Heerenveen, dus ik hoef ook niet naar de Kuip. En ik ga vandaag, ik ga dit weekend lekker ook heel veel uitrusten. Ik wil wel nog een paar leuke tripjes doen. Ik heb nog wel twee leuke locaties waar ik naartoe wil. En dat ga ik ook denk ik wel van het weekend doen. Ik moet even kijken hoe het weer is. Want het weer is nogal heel erg slecht. Ze hebben nogal regen, onweer en slecht weer opgegeven. Dus het is te hopen dat het een beetje droog, blijft. En dan kan ik toch nog wel wat leuke buitenopnames doen. Sowieso twee. En zondagavond komt Ramon. Die komt mijn haar doen, want ik vind het alweer veel te lang worden. Zit alweer helemaal voor mijn ogen. Ik ga lekker met de tondeuse, moeten we eens even lekker overheen. En dan is het weer lekker kort. Ik ga binnenkort natuurlijk ook op vakantie. Wanneer, dat ga ik nog lekker niet vertellen. Dat zien jullie wel als de vlog daar is. Ik hou alles nog lekker geheim. Ook de locatie waar ik naartoe ga. Waar ik op vakantie ga. Dat hou ik nog even lekker geheim. Ik ga niet te veel dingen prijsgeven. Want ik vind het eigenlijk leuker om een onverwachte video te maken. Of onverwachte video's te maken. Want ja, de vakantie duurt een week. Dus ik zal wel een week lang zal ik dan leuke vlogs daar maken. Maar ik vind het eigenlijk leuker om niks te zeggen. En dan ja, ineens met een verrassende video's te komen van hey, ik ben op vakantie. Dat vind ik eigenlijk leuker dan dat ik al van tevoren ga zeggen waar ik naartoe ga, wat ik ga doen. En ja, ik vind het gewoon veel leuker zo. Dus dat komt dat wel goed. Ik heb inmiddels de computer lekker aangezet. Ik ga nog heel even lekker Planet Coaster spelen. Kijk, hij staat alweer aan hoor, Planet Coaster. Een van mijn favoriete spellen. Kijk, daar staat die Planet Coaster. En ja, ik ga nog even lekker spelen. Het is al 10:30 al. Maar ik, ja, ik ga nog heel eventjes lekker computeren. En dan ga ik daarna naar mijn bedje toe. Katten zijn ook alweer aandacht aan het vragen. Dribbel bijvoorbeeld, die is weer hier aandacht aan het vragen. Wat is er allemaal, Dribbel? Trippie. Hey. Wat is er allemaal? Oude poes.
Trippie, hè? Ja, Trippie de Poes, hè? Zo, nou, ik heb de kat even aandacht gegeven. Je moet het ook hebben, hè? Ja, jij moet ook aandacht hebben, hè? Ik ga wel eens de deur even op slot draaien. Hoef ik dat allemaal niet te doen dadelijk. Ik moet nog een beetje de rotzooi opruimen. Dan ga ik heel even computeren. En dan ga ik naar mijn bedje toe. Oh, het is een beetje donker hier, hoor. Beetje ontzettend donker. Ik ga even de deur op slot gooien. Je weet maar nooit. Met het tuig. Af en toe loop je wel eens ontzettend veel raar volk rond. En doe ik de deur even op slot. Ja, je kan zo binnenkomen. Ja, dit zit wel dicht, maar ja, inbrekers zijn creatief genoeg om binnen te komen. Dus ik doe lekker de deur op slot. En dan ga ik de spullen even een beetje opruimen hier ook. En ga ik nog even lekker computer en dan ga ik naar bedje toe. Ja, een beetje korte vlog weer vandaag. Maar in ieder geval hebben jullie, als jullie deze vlog gezien hebben, hebben jullie de Efteling vlog gezien en de Feyenoord vlog. Die is dan al geweest. Dus ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Ja, was even balen. Slechte beeldkwaliteit omdat ik niet het goede knopje had ingedrukt. Nu inmiddels staat hij wel goed. En ja, ik moet toch leren om, voordat ik ga filmen, eerst even dat knopje, het juiste knopje even te kijken. Kleine moeite. En het scheelt een hoop irritaties. Want ik heb wel een paar scheldwoorden eruit gegooid. Toen ik zag dat de knop verkeerd stond en dat ik twee vlogs eigenlijk verziekt heb. Omdat ik niet de juiste instelling had aangezet. Dus daar baal ik wel ontzettend veel erg van. Daar baal ik wel ontzettend veel erg van. Oké, nou ja, dat is ook weer Nieuw-Nederlands. Maar ja, daar baal ik wel van. En moet toch kijken dat ik dat in de toekomst beter kan gaan doen. Ja, de camera doet af en toe wel eens. Heb af en toe gekke kuren. En ja, jullie weten dat ik wil later toch met de tijd een digitale camera gaan kopen. En dan wil ik eigenlijk een camera, of een digitale camera niet, maar gewoon een camcorder wil ik gaan kopen. En ja, en dan wil ik toch afgaan van het digitale werk en toch naar een camcorder gaan. Omdat die ja, betere beeldkwaliteit heeft. Alles is. Het neemt gewoon een stuk beter op dan een digitale camera. Een digitale camera is natuurlijk maar heel beperkt. En met een videocamera kan je net even dat ene meer doen. En heb je ook betere belichting. Want dan kan ik de belichting nog aanzetten als het donker is, dat ik dan toch kan filmen. Dus ja, dan is alles toch net iets beter. En het is wel natuurlijk de bedoeling dat ik. Ja, dat de video's professioneler worden en dat ik gewoon betere vlogs ga maken. Ook de vlogs ja, die ik dus nu maak, zo'n soort vlog, vind ik dat nog niet echt goed, maar dat ligt aan mij. Eigenlijk leg de lat nogal ontzettend hoog en ik vind ja, de laatste tijd de kwaliteit van de vlogs vind ik wel iets minder. Omdat ik gewoon vind dat ik beter mijn best moet doen en beter kwaliteit moet geven aan de vlogs. Dus daar moet ik ook nog eens even naar kijken. Ik ga nog eens een keertje op papier zetten hoe ik dat een beetje beter kan aanpakken. Zodat de vlogs leuker worden en ja, betere inhoud hebben en zo. Dus dat is ook een kritiekpuntje van mijn eigen. Ja, ik leg het maar eigen op. Ik leg de lat heel erg hoog. Want ik heb zoiets van, ik wil wel kwaliteit geven. Geen snelle prutswerken en snelle dingen die ik afgeroffeld heb. Omdat ik er geen tijd in heb, of geen zin in heb, of geen tijd in heb. Ja, video's moeten toch wel een bepaalde kwaliteit hebben. En vlogs moeten dat sowieso. Dus daar moet ik nog zelf even naar kijken hoe ik dat ga doen. Maar ik ben wel heel erg kritisch en dat is altijd wel goed. Dat je gewoon kritisch bent op je eigen werk. Want het is alleen maar verbetering van de video's en zo. Dus dat is alleen maar beter. Nou, ik.
Oh god, heb je Drippie weer. Wat is er nou allemaal? Drippie, wat is het er allemaal? Hé? Hij moet weer aandacht hebben, hè, Dribbel, hè? Dat is echt zo'n aandachtpoesie, hè? Ja, dat is echt een aandachtpoesie, hè? Je ziet hij dat ik met een camera staat en dan wil hij aandacht hebben. En dan zal alles wijken, want meneer die verdient de volle aandacht. Nou, hier heb je een mooi Dribbel. Lekker poes. Oude vriend. Dus vandaar. Nou, tot zover even deze korte vlog weer eventjes. Ik ga nog even Planet Coaster spelen. En dan ga ik ook lekker mijn mandje in. En dan ga ik morgen en overmorgen een leuke buitenvlog opnemen. Dit keer, dit weekend dus geen Efteling. Maar wel een twee andere leuke vlogs op een leuke, nog geheime locatie. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken naar deze video. Ik zou zeggen, vonden jullie deze video leuk? Doe even dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op It's Ultrex. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er een nieuwe video of livestream is. En dan moet je even de notificaties even aanvinken. Want dan worden jullie altijd op de hoogte gehouden bij nieuwe video's en livestreams. En dan kan ik alleen nog maar zeggen, hier van deze kant, de groetjes allemaal. En ik zou zeggen, tot een nieuwe vlog hier op het Ultrex, hier op mijn kanaal. De groetjes allemaal en ik spreek jullie allemaal heel snel weer. Bye bye, hoi.